Ik ben Emiel. Ik ben product manager en co-founder van Atomdus inderdaad. Het is een bedrijf dat is gestart in juni dit jaar. Nou, vorig jaar trouwens, 2015 al. Ik heb het product Homey bedacht. En ondertussen ben ik het aan het bouwen. En over een paar maanden proberen we in de winkels te liggen. Dat is waar we nu zijn. Nou, ik zal maar wel beginnen. Wie ben ik? Ik ben een enorme nerd, maar ik ben ook een beetje een sociale nerd. Want ik hou van psychologie en ik hou van techniek. Ik vind het super leuk om die dingen met elkaar te verbinden. Dus ik ben echt een dartel programmeur. Ik vind het leuk om dingen te maken. Maar dan wil ik ook wel weten hoe mensen dat gebruiken en dat dan gaan optimaliseren. Dus in mijn vakgebied heet dat dan een user experience unicorn. Dat is iemand die van alles een beetje kan. Die mensen bestaan schijnbaar niet, maar ik probeer er eentje te zijn. Even een klein beetje gezien is over het product, Homey. Dat is trouwens een beursdemo, zeg maar. Zo ziet het er in het echt niet uit. Wordt allemaal veel fancier. Maar dan krijg je in ieder geval een idee. Ja, de echte die ligt op kantoor, dan zijn de developers niet meer bezig. Dus kon ik natuurlijk niet meenemen. Nou, waar was het eigenlijk ontstaan? Dat is een paar jaar geleden. Ik lag in bed. Ik was echt super lui. En het licht was aan. En weet je wel, het was 1 uur 's nachts zo. Ik moest slapen. Dus ik pil zo bij de lichtknop. Kak, kom niet bij, kom niet bij. Toen dacht ik, ja, nou moet ik gewoon zo'n Star Trek huis hebben om te zeggen, hey, computer, lamp uit. Nou, zo gezegd. Zo gedaan. Dus de volgende dag was ik met de Arduino aan de slag gaan, een beetje knutselen. Zo'n action, heb je zo'n stekkendoosje set, zeg maar, met zo'n afstandsbediening erbij. Nou, opengeschroefd, draad zijn vastgesoldeerd, Arduino, en dan kon ik dus met mijn computer mijn lamp al schakelen. Dat was superleuk. Volgende dag, spraakinterface aangekoppeld. Microsoft heeft gewoon van die standaard API's, weet je, nog een beetje aan elkaar lopen knopen eigenlijk, als een beetje een beunhaas. En toen kon ik inderdaad zeggen, computer, lights on, lights off. Gewoon een Kinect als microfoon, dat ging allemaal wel lekker. Ja, vraag Sorry? Dankjewel, vraag al antwoord. Ja, dat werkt op zich wel leuk. Nou ja, een beetje daarmee doorgegaan eigenlijk. Het begon met mijn lampen. En op een gegeven moment, ja, dan wil ik eigenlijk ook wel muziek kunnen doen. Dus toen had ik het zo in elkaar gehackt. Bijvoorbeeld, hier is dan de software. Dit was de Microsoft Speech API. Maar die kon alleen statische woorden. Dus dan moest ik zelf een woordenboek aanleveren en dat kon die horen. Maar als ik zeg, speel muziek van Armen van Buren. Ja, dat zit er niet in, want dat is dynamisch Armen van Buren. Dus dat was een frame met daarin een Google Chrome instantie die een muisklik simuleerde op het spraakicoontje en dan kreeg ik zo mijn spraak terug. Dus het was super hacky en dat ding viel om de week uit. Maar ik kreeg wel een beetje een feeling voor, dus dat was leuk. En eigenlijk iedereen die bij me thuis kwam, die vond het ook leuk. Dat doe iets voor, hè. Op een gegeven moment heb ik een tweakblog geschreven. Je hebt tweakers.net, dat is een hele grote tech community. Ik denk dat de meesten het wel kennen. Dan heb ik een blog en toen had ik gezegd, nou, met een Raspberry Pi en een Chinees adaptertje van $1, kun je dit ook. Zo'n tutorialtje geschreven daar en dat ding heeft ondertussen 80.000 views of zo. Toen dacht ik ook van, hey, mensen vinden het wel leuk, weet je, de motorcam. Weet je, dan als, het zit nog een beetje in de hobby-sfeer, maar het is wel hip. En dit zijn trouwens die stekkerdoosjes. Tijdens mijn studie, op een gegeven moment hadden we een project en dan de opdracht was iets van, doe iets met interfaces of zo. Dan denk ik, nou ja, oké. Okay. Nou, dan heb ik mijn project gepakt met andere mensen dat een beetje doorlopen, evolueren, zeg maar. De spraak werd dynamisch gemaakt, dus je kon echt vol zinnen praten. Hey, computer, kun je wat muziek aanzetten? Dat snapt hij dan op een gegeven moment ook allemaal. Hey, kon je mail voorlezen. Dat is heel leuk, het project met een goed cijfer afgerond. Kwartiel daarop, op mijn studie, hadden we weer een project. Start een bedrijf, maar dan fictief, zeg maar, en schrijf daar een businessplan voor. Toen dacht ik, nou hé, ik heb toch nog een project op de plank liggen, misschien moet ik dat maar gebruiken. Dus dat project heette nog Acedia, dat is de god van de luiheid. met wat vrienden uit mijn bestuursjaar van mijn studievereniging, daar hebben we dat gedaan. Dat was ook leuk, en er was een pitchcompetitie bij met echte investeerders, nou, ja, mensen die 10.000 euro hebben en zo. Die hadden we gewonnen, dus dat was ook superleuk. Toen dacht ik eigenlijk wel op een gegeven moment, ja, hier zit misschien wel iets in. Nou, tussentijd nog even naar Eindhoven geweest van Marne, dat was echt super kut. Toen ik terugkomen. En toen zei ik tegen Stefan, dat is mijn compagnon, yo, ik heb hier dit project. Zullen we samen een bedrijf gaan starten? Toen moest ik afstuderen. Weet je, zo'n half jaar op mijn studie moest ik afstuderen. En ja, dat komt dan bij een bedrijf, als trim of zo, dat is hartstikke leuk. Maar weet je, dan ga ik voor iemand anders werken. En ik ben super koppig, dus dat gaat niet gebeuren. Toen dacht ik, dan ga ik bij Kennispark afstuderen. Dat is zo'n semi-overheid. Met de case, hoe start ik een eigen bedrijf? Dat mocht van de Unie, want ja, je moet bij een bedrijf afstuderen. Dus zodoende. Toen hebben we een Kickstarter live gegooid. Tot zover nog steeds de meest gevunde Kickstarter uit Nederland met euro's. Er zijn een paar gasten die er nog door is om het vast te spelen. Die is dus 2 keer over ons doel gegaan. Dus we hebben redelijk wat geld ermee opgehaald. Het sloeg eigenlijk wel aan. En toen dacht ik, nou wordt het serieus. Shit. Dan moet ik echt dingen gaan doen. Even een kleine demo hoe het werkt. Oh, dat is wel bedoeld. Hey, honey, how long do you want to start back? Would you like subtitles for that? Yes, subtitles, please.
gebeurde. Een jongen vroeg of hij Star Trek kon kijken. Homer zette de tv aan op Star Trek. Zette dan de lampen uit. De luxeflexen, zeg maar, die gingen op standje zon verduisteren. Jammer dat het niet werkte. Dan hoop ik de prestatie verder dat het zelf wel doet. Kan wel eens een issue toe zijn. Hallo? Volgens mij heeft deze Lextra, want mijn trackpad doet het ook niet als ik hem erin plug. Ik zei het is een demo. Wat verder gaan met mijn verhaal. Nou, Kickstarter is luid, is heel leuk. Persaandacht gekregen. Natuurlijk eerst van Tweaker, want Alan Tweaker heeft iets gedaan. Dat is leuk. Nou, op een gegeven moment stond op nu.nl. Ja, toen ging het echt hard. Toen hebben we gewoon echt de normale man kwam erachter. Daar hebben we ook superveel verkeer van gekregen. En dan even leuk om te vermelden. Krijg je ook comments van mensen, wat vinden ze er nou van? Ja, nou, deze gast die zegt dat hij het voor 39 euro kan. Dus ik denk dat we binnenkort een concurrent op de markt hebben. Dit is toch wel de goud. Ja, het is een kankerwekkend kastje. Het is allemaal niet kopen. Ik krijg er allemaal kanker van. Maar nu heb ik het leuke gedeelte van het verhaal. Dit was de historie. Dan kunnen we dat aan je vrienden vertellen. Ik weet hoe homie is gemaakt als het later succesvol is. Maar nu even waarom we hier eigenlijk zijn. Over de interaction design. Want homie is een product waarbij we proberen echt een innovatieve manier van de interactie te doen. We kunnen met spraak bedienen, maar ook de interfaces zelf. Dus de visuele interfaces, die moeten heel erg innovatief zijn. Want wat er nu op de markt is meestal gewoon poep. Het is gewoon echt heel kut. En wij proberen het gewoon beter te doen. Nou, wat is interactie nou? Input-output. Je stopt er iets in, krijgt iets terug. Of hij zegt, hij stopt iets in jou en je doet weer wat terug. Wat is de input bij Homie? We hebben spraak en we hebben screens. Dus mobiele telefoon, je computer, je tablet. En dan heb je output. Nou, dat is ook spraak, dus hij kan terugpraten. Je hebt apparaten. We komen zo meteen op hoe dat dan werkt. En er zit een lettering in. Super fancy, mooi regenboog, kan allemaal dingen doen. Je kunt het zelf ook voor programmeren. Dus je kunt, als je vraagt, hey homie, dan was het weer. En zegt hij, ja, het regent. Dan wordt hij blauw met allemaal van die witte spikkeltjes die zo'n beetje gaan velen. Dan krijg je ook visuele fiber van, ah ja, cool. Of je aandelen bijvoorbeeld die van rood naar groen gaan. Je noemt het maar. Nou, hoe werkt dat nou met luisteren? Want het is relatief moeilijk om goede spraak te hebben. Stel je het een zin. Turn on the main lights in the kitchen. Nou, dan moet je gaan ontleden. Dus wat zit daarin? Waar moet je dat doen? In de kitchen. Hoe doe je, of wat moet je doen? Ja, een lamp. Ja, welke lamp dan? Ja, de hoofdlamp. Die heb ik waarschijnlijk een naam gegeven. En wat moet daarmee gebeuren? Die moet aan. Of moet hem een kleur geven. Die moet uit. Dus zo kun je zin gaan ontleden. En dan hebben we daar ons eigen sausje eigenlijk overheen. Dus een soort slimme algoritme. Die precies weet wat jij wil gaan doen. En dat gaat voorspellen. En dat is heel moeilijk, want we hebben een open platform. Dus niet dat we zelf een doosje hebben waar dingen in gebeuren. Iedereen moet erop kunnen inhaken. Om dat goed te krijgen is echt een vak apart. Maar ik denk dat we het wel aardig goed hebben gedaan. Nou ja, dan heb je ook nog output natuurlijk. En dat is heel leuk, want het is een apparaat. En je kunt niet meer praten als een mens. Want hij snapt je emoties niet. Hij mist gewoon heel veel input en hij heeft gewoon niet de intelligentie. Wat ga je dan doen? Ga je hem juist heel menselijk proberen te maken? Of hou je hem een beetje aan de robotkant? Dus daar probeer je een beetje een balans in te vinden. Dan ga je kijken en dan ga je de mensen tegen laten praten. Hoe voelt dat nou? Vraag je dan van, is het een beetje ongemakkelijk of vind je het juist wel prettig? Je merkt dat mensen sneller korte commando's geven of gebiedende wijs. Van homie doe dit, homie doe dat. Terwijl je dat bijvoorbeeld tegen je vrouw zou dat nooit zeggen. Dan schat lamp uit. Weet je, dat doe je gewoon niet. Ik kan het proberen. En dan dit vond ik ook wel leuk om te vermelden. Dat is een begrip dat niet heel veel mensen kennen. Dit is de Uncanny Valley. Dat is eigenlijk het moeilijkste in het hele user interaction gebied als je iets menselijks wil maken. Denk aan die Japanse robots die proberen mensen te designen. Dat is super creepy. Nou, wat komt dat nou? Het is heel moeilijk om mensen perfect na te maken. Dus we zitten nu ongeveer hier zo. Maar we willen hierheen. Om hier doorheen te komen zit je in een periode waarin al je apparaten heel creepy gaan worden. En niemand gaat het gebruiken, dus je hebt geen data over hoe je het beter kan maken. Dus wetenschap zit nu echt met een probleem. Ja shit, we kunnen nu niet progressie boeken, want niemand wil het kopen. Dus je moet eerst dat overbruggen voordat je daar kan komen. Ja, maar, je bedoelt het creepy van dat ze het wel heel menselijk beginnen te lijken. Dat ja, maar net niet. Want dan robot die staat je dan zo aan, totdat je wat tegen hem zegt. Maar dat wil je niet thuis hebben. Je hebt een zombie op je bureau. Precies. Maar hoe zou je het dan wel willen hebben in het echt? Want je gaat weer omhoog, maar dan is het dus een soort van... Dan is het een mens. Dan zou jij het verschil niet meer kunnen zeggen. Zit hier ja, dat vind ik ook wel creepy. Ja, maar als je niet weet, dan is het niet creepy.
Maar er zijn heel, heel leuke films en boeken over geschreven. Er is nog een film laatst uitgepakt, Big Hero 6. Ja. Over zo'n knuffelbare robot. Oh, nice. Die compleet van plastic zelf gemaakt is. Ja. Het is gewoon breed en dik en ja. Die kan je gewoon knuffelen. Dus oh, dat is vet. Precies wat je wil. Maar hij knuffelt ook, ja. Dat is vet. Ja, daarnaast, ik smaak niet altijd even anders. Staat de feestje, staat muziek aan, dat ding hoort je van niet. Ik bedoel, als we hier muziek aan zouden zetten, zou ik ook niet persoon achter in de kamer horen. Dus ja, homie kan natuurlijk ook niet. Het is geen magie ofzo. Dus we hebben ook nog schermen daarnaast. Van een smartphone app. Het ziet er een beetje leuk uit. Kun je overigens ook tegen praten. Dus kun je bijvoorbeeld in de auto zeggen, hey homie, zet maar overvast aan als je dan thuis bent of in de supermarkt. En je denkt, nou, wat vanavond weer pizza? Ja, inderdaad. Ja, hij staat in de fik. Zal ik de brandweer bellen? Ook hier, dat is wel even leuk om te zeggen. Dat is echt zo'n eigen projectje van mij. Het menu hier. Mijn gedachte erbij, je hebt een boomstructuur van je zones. Deze is dus outdated, maar het ziet er hetzelfde uit. Dus je hebt je huis, dan heb je de bovenverdieping, heb je slaapkamer bijvoorbeeld. Dan kun je met één swipe kun je daar komen. Want als je je vinger op het scherm had, zeg maar, dan gaat het menu meebewegen met waar je bent. Misschien moet ik wel uitleggen. Binnenkort gaan we de app lanceren, dus dan kun je het zelf testen. Dat is een beetje van de filosofie van je moet niet zoveel klikken, want als je namelijk naar huidige oplossingen kijkt, moet je eerst op zo'n hamburger drukken, wat ik al per definitie onlogisch vind, want ja, het pakt 3 streepjes. Dan moet je je zone zoeken, dan moet je weer klik, 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 en dan ben je dus al zoveel verder, en dan die effort zeg maar. Nu leer je jezelf gewoon een gestje aan, van, ja, mijn slaapkamer was, kijk, dan maak je een soort zet ofzo. Dus dat is een veel snellere manier voor interactie, daar hebben we ook al tests op gedaan. En wie weet dat over 10 jaar in een artikel worden genoemd van de user interaction design, weet ik wat. Maar als je weet dat al de Kinect was al net, je hebt gewoon heel veel dingen die nu waren, kut zei je net, zei je al hoor. Maar je hebt wel de Microsoft Kinect gebruikt. Waarom gebruiken jullie dan, maken jullie dan geen gebruik van gestures? Want dat valt wel Kinect ook. Gebruik je thuis gestures? Thuis heb ik mijn Xbox Watch. Maar gebruik je vaak gestures? Zeker. Ja? Ja. Nou, dat ben je heel uniek. Nee, dat is helemaal waar. Je bent geen gamer natuurlijk. Nee, ja, tijdens het gamen ja. Maar als jij een lamp aan moet doen, dan moet je voor je Kinect gaan staan en dan moet je dus een gebaar maken van ik wil niet iets doen. Zitten, hoor. Zij? Oké, dan blijf je zitten. Ah, het is, de grens is nog iets groter. En kijk, dat is een richting die op kan gaan hoor. En dat is voor bepaalde toepassingen heel goed. Maar wij willen de kant van de menselijkheid op gaan. Dus ook later naar artificial intelligence. Dat is toch juist dit, toch? Nou, als ik op een gegeven moment zo kan wijzen die lamp aan, ja. Maar dat kan die techniek nu nog niet. Daarom is spraak nu een stuk menselijker. Maar jij begon natuurlijk van dat je extreem lui bent. Hè? Ja. Dat is waarschijnlijk je doelgroep op dit moment. Extreem lui mensen kunnen vanuit bed. Ja. Alles gaan doen, dat kan jij nou, niet. Dat is wel meer de beweging. Ja. Nee, je hebt een goed punt hoor, maar wie weet dat er later een add-on komt om in dat zou kunnen. Ik ga even een demo geven. Wat ik dan bedoel met dat soort interfaces. Hier heb ik de Flow Editor van Homie. En de Flow Editor is eigenlijk waar je alles aan elkaar gaat knopen. Stel ik wil een nieuwe flow maken, dan geef ik een naam. En dan heb ik bijvoorbeeld, ik ga een heel simpel voorbeeld doen hoor. Ik heb hier een tijdblokje, die sleep ik in de kolom when. Dat is eigenlijk de trigger, dus wanneer er iets gebeurt. En dan heb ik hier bijvoorbeeld een blokje Chromecast. Nou, die sleep ik dan naar acties. Stel ik heb daar een Chromecast en ik wil even ik wil het wat gezelliger maken. Dan zoek ik naar YouTube, naar een fireplace video. Daarnaast wil ik een lamp. Ik heb hier 3 Philips Hues daar in die boxen zitten. Nee, ik wil niet aanzetten, want dat doet hij vanzelf. Ik wil hem op een kleur zetten. Ik wil die U-lamp wil ik op rood hebben. Alles wat jullie hier zien is dus nog allemaal beta, dus het wordt nog allemaal mooier. Maar het gaat echt puur om het idee. Van wat de interactie is, die wij voor ogen hebben. Stel, dan wil ik deze op geel of oranje of zo hebben. En dan zou ik eventueel, dat is in dit scenario niet heel handig, kan ik logica toepassen. Of bijvoorbeeld alleen als ik thuis ben. Dus dan heb ik een blok waarin ik condities kan doen. Dus heb je eigenlijk een beetje boolean logic, maar dan heel verpakt in een leuke interface. Nou, hoe laat is het? Het is 13:34, dat is over 13:35. Dat is over een paar seconden. Zouden de lampjes moeten veranderen en dan gaat als goed is de Chromecast een fireplace starten. Nou, de lampjes zijn al rood en oranje geworden en mijn fireplace wordt veranderd. Nou, dan kunnen ze dit doen. Apple TV? Dat is een Chromecast, dat is van Google. Heb je geen interactie met Apple TV? Oh, nee. Helaas. Ja, Apple is super close wat dat betreft. Maar, het leuke is, omdat ons product open is, kijk, wij als bedrijf kunnen niet van dat soort onofficiële dingen gaan ondersteunen. Maar het is open, dus de developers kunnen dat dus wel gaan doen. En Chromecast biedt ook die openheid uit. Ja.
Kijk, en ik kan dus ook bijvoorbeeld zeggen, nou, als ik thuis kom, dan moet het gebeuren, dus niet op tijd of zo. Dus op het moment dat ik thuis kom, dan kan ik bijvoorbeeld het blokje weer en het regent, dan wil ik dat het gaat gebeuren. Dan weet je, dan kom ik op warm thuis. Zo kun je alles aan elkaar geknopen en echt, de, zeg maar, de creativiteit is je eigen limiet. En zelfs dat is niet limiet, want je kan ook nog dingen met elkaar gaan delen. Is dit alleen om apparaten aan en uit te zetten, maar dan kun je ook bijvoorbeeld zeggen van ik wil naar Nederland 1 kijken of Netflix kijken? Ja, dat kan ook. Dus heb je veel ideeën erop gedaan vanuit de Connect van Microsoft? Ja, een beetje. Kijk, wat Microsoft doet, zij hebben gewoon een platform en daar hebben ze een interface aan geknoopt. Ja. Wij bouwen om de interface heen eigenlijk. Wanneer was jullie overkocht dan? We hebben al een bod gekregen, maar dat nog niet. Nee, dat is helemaal niet leuk. Eerst kijken waar we kunnen komen. Pas op het moment dat jij weet dat je failliet gaat, dan moet je laten overkopen. Even nog een klein dingetje over happiness. Dat is meer een persoonlijk projectje ook van me hoor. Maar wat ik heel leuk vind om te doen, soms dan word je wakker en dan zit je brein zit er dan nog zeg maar in de... Dit zijn je breingolven. Nou, dit is wanneer je slaapt, dit is je light sleep en dit is het moment wanneer je wakker wordt. Dan ben je zo'n beetje zo gedesoriënteerd, waar ben ik? Je snapt nog niet helemaal hoe de wereld werkt. En dat zijn de momenten waarop jij je applicaties moet gaan testen. Want als jij op het moment terwijl jij slaapt, zeg maar, snapt hoe jij met je applicaties moet gaan, dan zijn ze natuurlijk, dan zijn ze menselijk. Want jij namelijk beta wave, dat is echt de status waar we nu in zitten. Weet je. Je bent alert en er is gevaar overal, dat is een beetje ons overlevingsinstinct. Maar dat is niet de comfortabele setting. Wij maken ons product dat iemand in zijn luie stoel kan zitten en zich thuis voelt in. Zo maken we ook onze interface. Dus als je zelf interface ontwerpt, als je wakker wordt, pak direct je mobiel, ga je interface testen. En als je je neiging hebt om mobiel weg te gooien, doe iets fout, dan moet je iets heel anders gaan doen. De enige app die ik ken die dat goed doet, dat is Timely. Die is ook overgekocht door Google overigens. Een hele fluïde app en die werkt gewoon super smooth. Nou, dat is heel logisch. Het is een wekker en dat is het enige wat je software wil gebruiken. Dus zij hebben door hoe het werkt. En dat is ook een beetje mijn persoonlijke uitgangspunt. Mocht je er nou geen zin in hebben, dan loop je naar de Cosmic Kitchen en dan koop je wat Magic Truffles. En daar heb je exact hetzelfde effect. Ook die app was de enige die ik kon gebruiken terwijl ik aan het trippen was. Denk maar dat ik binnenkort met mijn bedrijf een sessie ga doen en onze interface ga testen. Gaan we door? Even heel straightforward hoor. Hoe communiceer je nou terug dat het is goed gegaan? Nou, ik zeg, homie, doe de lamp aan. Nou, ik zie de lamp ook aangaan, dus dat is logisch. Hij knipt ook nog de kleur mee, welke kleur die wordt als ik het vraag. En hij inderdaad, show me the news on the TV. Nou, dan gaat je tegen. Ja, dat is gewoon redelijk straightforward. It's warmer, turn on the fan. Als het goed is, hoor je dan een beetje fan blazen. Even wat leuks over de lettering. Dat is eigenlijk onze visuele interface als je niet je mobiel bij de hand hebt. Het doel is ook, je komt thuis, je flikt je mobiel weg. En dat is het enige apparaat waar je nog mee interact. Het is eigenlijk een... dat is een foutje. Dat moet een eendimensionaal scherm zijn. Want je hebt één rij met pixels. En die kun je dus gaan programmeren. Maar daar kun je heel veel leuke dingen mee doen. Want je hebt kleuren, je hebt positie, je hebt snelheid bijvoorbeeld. Dus daar kun je heuristic design op gaan toepassen. Dingen die mensen al kennen. Maar rood is gevaar of fout, weet je, groen is goed. Dus daar hebben we eigenlijk al heel veel feedback mee. Dus iedereen denkt altijd, ik moet een smartphone hebben om heel veel te kunnen. Dat is helemaal niet waar. Je kunt het ook wel heel makkelijk oplossen. Nou, komt alleen met beeld, hè? Komt er ook geluid uit? Er komt ook geluid uit. Er zit een speaker in, maar... omdat hij dus ook met je speakers samenwerkt, dus je Airplay, je Sonos, je Bose, whatever. Gewoon je oude versterker. Hij probeert altijd de beste speaker te vinden, dus dan gaat hij altijd daar overheen zijn geluid slikken. Are there any questions? Nou, dat was een presentatie. Dat zijn zo de vragen. Ik zal heel even een leuk voorbeeld geven, dan hoop ik dat het werkt. Wat ik zei, dit is een demo unit hier die ik heb. Dus deze kan nog niet naar je spraak luisteren, daarom doe ik het nog even via mijn computer. Bijvoorbeeld, Play Music by Armin van Buuren. Nou, dan ga ik jullie even laten zien of het werkt. Als het goed is, werkt. En speelt muziek af. Is dat de vooringestelde nummer? Want als je drie nummers van Armin van Buuren heeft, wat speelt hij dan? Hij vraagt van Spotify, doe mijn muziek van Armin van Buuren. En dan gaat hij gewoon die thread, dus hij begint met de meest populaire op dat moment. Ja, okay. Bijvoorbeeld Red Lights. Nou, eens kijken wat hij doet. Dan ziet het al lang rood worden. Nou, dit gaat dus uiteindelijk werken als je van tegen het apparaatje zelf praat. Dat werkt eigenlijk allemaal, dan kan ik je nog niet even demoen. Dus dit is homie, zijn er vragen?
Ja. Ik heb misschien een trickje voor je. Het is allemaal connected dit natuurlijk. Ja. Ook via het internet. Als rekening meegaan dat mensen zeg maar daardoor vrij makkelijk op ingebroken kan worden in het systeem. Dat zou kunnen, het is alleen helemaal dichtgetimmerd. Je kunt op zich dat ding niet echt, ja, alles is hackbaar, ja. Maar er is wel rekening gehouden met security. Daarnaast, ja, het is altijd een risico, hè. Ja. Als je daar echt heel bang voor bent, ja, dan moet je het niet kopen, denk ik wel simpel in. Ja, maar ik zag al, je kon zelf een paar welke apparaten natuurlijk in het netwerk zetten. Ja, je koppelt gewoon apparaten en als je... Het is wel een deel in je eigen belang voor wat je wel niet hebt. Ja, en als je een elektronisch slot hebt en je vertrouwt ons apparaat niet, ja, dan moet je het niet koppelen. Ja. Maar ja, ik kan er niet heel veel aan verbeteren, zeg maar. Nee, maar verder is het dan ook een platform en het is ook zo dat je op user niveau werkt dat bepaalde gebruikers bepaalde dingen wel mogen gebruiken. Jawel, je hebt drie typen gebruikers in ons systeem. Je hebt het beheerder van je home, dus echt, je bent de eigenaar. Dan heb je gebruikers die thuis wonen, die hem ook mogen gebruiken. En dan heb je gasten, dus bijvoorbeeld je buurman, die kun je dan tijdelijk toegang geven. Van, kun je even mijn vissen voeren? Je hebt nu toegang, dan moet hij de home app ook hebben. En dan krijgt hij toegang tot je huis, zeg maar. Ja, maar als de buurman zegt van ik heb echt geen internet meer, dan staat je internet even, maar alleen als gastaccount, dat zal dan misschien niet kunnen. Het is niet als jij in jouw wifi-netwerk zit dat je toegang hebt tot het apparaat. Nee. Dat werkt niet zo. Je moet echt via ons systeem inderdaad zeggen, want die heeft toegang. Ja. Dat is bijvoorbeeld al bij Philips Hue, ja, die heeft dan weer een fysieke beveiliging, om een knop drukken. Dus het scheelt een beetje. Ja, wacht even. Ik vraag, want... Volgens mij nog meneer. Je kunt die ook stemmen, dan. Dus kan je ook straks weer bij mensen, zoals je vroeg met afstandsbediening door het raam, televisiebrander net zetten. Kun je ook de lampen weer op een andere kleur zetten. Ja, dat zou... En dan moet je zo, je moet zo dat je dat voor het ruit gaat zien. Ja. In theorie wel. En ook in theorie, de techniek die wij nu gebruiken, het spraakwerk is volgt. Je zegt, hey homie. Dan gaat hij luisteren en dan gaat hij naar de cloud stream die jouw data tot stil is en dan wordt dat verwerkt. Maar dat geen gangster filmkijkers. Ja, wat we natuurlijk wel doen is als we tv commercials hebben, dan gaan we natuurlijk zo'n hoge piep meesturen dat hij dat wel herkent. Dan gaat ze oplichten ofzo. Nee, maar de techniek die wij gebruiken voor Hey Homie, dus die trigger, die is wel in staat om meerdere gebruikers te herkennen. En we rollen het nu nog niet uit, maar dat gaan we natuurlijk wel heen. Dus dat jij zegt, hey, heb ik nog nieuwe mailtjes? En als je partner dat vraagt, dat je een ander antwoord krijgt. Ook heel praktisch, hè? Ja. Ja. En het is volledig web-based in de zin van dat ik als gebruiker moet inloggen op een systeem van jullie. Of kan ik mijn eigen... Er is een API. Ja. Als onze server eruit ligt, kun je nog steeds bij Homie komen. Mocht je allemaal gezin hebben in ons systeem, nou, er is een API, dan bouw je eigen content. Ja, precies. Maar je bent niet afhankelijk van ons in die sense. Ja, wel voor bepaalde dingen, zoals met de spraakherkenning bijvoorbeeld. Maar weet je, het is open, dus mochten wij echt failliet gaan of zo, ja, dan geven we gewoon door, dan zou ik het aanpassen. Ja, maar stel, ik heb zelf een webserver, mm-hmm. Dan kan ik dat gewoon in mijn eigen websysteem... Wat dan? Wat wil je dan in je eigen systeem opnemen? Nou ja, dat ik uiteindelijk gewoon inlog op mijn server en niet op die van jullie. Maar je logt niet echt in op ons, je logt in op je homie. Okay. En onze server doet niks anders dan jou verkeerd doorsluizen naar je homie. Omdat als jij op je 3G-netwerk op je mobiel zit, kun je niet bij je thuisnetwerk komen. Maar via ons kan dat wel. Okay. Dus er gaat niet heel veel verkeer via ons, wat dat betreft. Maar als je een beetje handig bent, poort voor openzetten in je router en zo, dan kan het ook allemaal goed. Nog tijd voor twee vragen. Je spraakherkenning. Is dat wat jullie zelf ontwikkeld hebben of maken jullie gebruik van de spraakherkenning van Google? Nee, dat importeren we, niet die van Google. Die is niet commercieel beschikbaar. We maken gebruik van wit.ai. Dat is een hele goede. De partij is ook overgenomen door Facebook. Hun privacyvoorwaarden zijn nog steeds wel goed. Dus zijn we heel happig op hoor. Ja, dat was inderdaad het tweede punt. Die Samsung komt nu in de media van ze luisteren eigenlijk alles aan. Ja, dat was ook niet waar. Dat is niet waar. Wat zij deden was exact hetzelfde als ons. Je hebt een trigger, die is lokaal, dus je zegt hey homie, en pas dan gaat hij streamen tot weer stilte. En ik kan me niet voorstellen dat iemand is geïnteresseerd in dat jij zegt lights on. Dat is gewoon geen interessante data, dus afluisteren is er niet bij. De media heeft het gewoon bewust verkeerd naar buiten gebracht. We hebben weer wat nieuws, want dat is gewoon commentaar. Maar het scheelt voor jullie wel dat jullie op dat vlak dus geen ontwikkelingen hoeven te doen, want die zijn zelf... aan het ontwikkelen en jullie maken gebruik van hun groei. Exact. Zeg maar, hoe meer mensen dit gebruiken, hoe beter de spraakherkenning weer wordt. We hebben ook bijvoorbeeld, dat is leuk van Kickstarter, hebben dus ongeveer 1000 mensen die ons actief supporten. Dus ik heb een tooltje geschreven, dan kun je online hey homie inspreken. Want hoe meer samples we hebben, hoe beter die spraakherkenning wordt.
Dus iedereen, iemand anders hebben dat ingesproken. Het is ook leuk te horen dat ze door ons kantoor als iemand het wel heeft gedaan. Hey homie. Is het alleen Engels op dit moment of is het ook al Nederlands? Want vijf talen. Ik kom er terug maar één vraag zijn. Engels, Nederlands, Frans, Duits en Spaans. Ik kan nu ook accenten herkennen. Twens. Ja. 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 Maar dan ligt dan dat spraakblok. Ja, nou die ondersteunen meer. Het is voor ons ook wat werk om meer spraak toe te voegen, want we moeten die het algoritme van ons, die gaat voorspellen wat jij wilt doen, ja. is taalafhankelijk, weet je, allemaal talen, andere grammatica. Maar we hebben een hele slimme jongen op zitten die dat precies doorheeft. Dus. We kunnen als het goed is het heel snel gaan uitrollen. En dat is ook leuk, want we hebben een community eromheen. Er komt een soort van app store idee, waarbij je dus bijvoorbeeld een buienradar app kan downloaden ofzo. En als jij dan bent ingelost, stel je bent een Fransman, en dus dan download je die app en er staat nog geen Franse vertaling bij. Dan krijg je een knopje, wil je deze app vertalen? En dan krijg je een pop-up waar je wat zinnen moet overtypen. En dan sta jij erbij als contributor van het project. Dus zo probeer je ook een beetje communitygevoel, zeg maar, wat groter te krijgen. Check wat erin getikt. Tuurlijk, en dat wordt dan weer een merde. Nou, mooi. Emiel, ontzettend bedankt. Dankjewel.